Wat is het mooiste tijdstip van de dag om van de natuur in al haar glorie te genieten? In het ochtendgloren, dat zegt stadsecoloog Ton Eggehuizen uit Almere. Ja, Ton, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is er zo magisch aan het ochtendgloren? Het wakker worden van de natuur, denk ik. Tegenwoordig, vandaag gaat de zon op om 6:15. Maar je moet eigenlijk een uur voor zonsopgang al in het bos zijn. Dan begint het ergens in de verte met een zingende nachtegaal. Je begint ergens een koekoek. Een half uur te later begint ergens een zanglijster. Voorzichtig een winterkoning. Ja, het is echt fenomenaal. Nu ik het zeg, krijg ik al kippenvel op mijn arm. Waarom beginnen ze eigenlijk geluid te maken als het licht wordt, Ton? Nou, die eerste uren zijn vooral bedoeld om aan je buren te laten weten dat je er nog bent. Er is nog niet heel veel. Veel insecten zijn nog niet actief. Dus je hebt dan niet heel veel tijd om heel veel mogelijkheden om zelf voedsel te zoeken. Dus ja, dan besteed je tijd aan het kenbaar maken van je aanwezigheid, zowel voor potentiële partners als voor potentiële rivalen. En dan krijg je dus een heel koor van vogels. De ene soort dus kennelijk wat vroeger dan de andere. Zit daar nog iets achter? Ja, eigenlijk iedere soort heeft zijn eigen ritme. De ene vogel is wat meer een uitslaper en de andere is die begint al heel vroeg. Zoals een nachtegaal, ja, die zingt vooral 's nachts. Die weet ook dat hij dan zo'n beetje de enige is. En die kan met een vrij luide zang een enorm groot gebied beslaan. Dus de dichtheden van die soorten zijn ook wel wat lager. En ja, andere soorten die beginnen wat later op de dag. En zo heeft iedere soort zijn eigen ritme. Ja, Ton, in de avondschemer hoor je nog wel eens geritsel in het gras en dan weet je dat is een egeltje of dan kan je nog een ree tegenkomen. Kan je in het ochtendgloren dan ook wat op de grond tegenkomen? We hadden afgelopen week ben ik met ook voor vroege vogels ben ik op pad gegaan om dat vogelconcert in Almere Hout te laten horen. En toen hadden we ook een paar keer een ree. En heel in de verte hoorden we ook een vos roepen. Dus ook dat kan je tegenkomen in de vroege ochtend. Maar vooral het vogelconcert, dat is echt fenomenaal. Maar jij gaat dus echt daadwerkelijk rond die tijd het bos in om dat allemaal te beluisteren, Ton? Ja, en het mooie is, of eigenlijk het vreemde is, want ik vind het een fantastisch fenomeen, dat ik zo'n beetje de enige ben in het bos. Terwijl het eigenlijk het mooiste moment van de dag is. En zeker in die krankzinnig rijke bossen in Flevoland. Ik omschrijf het wel eens als de wall of sound. Je kan echt tegen het geluid van de zangvogels aanleunen, bij wijze van spreken. Dat is echt fenomenaal. Ja, wat vind jij nou de mooiste vogel die je 's ochtends hoort? Nou, eigenlijk ieder tijdstip in die ochtend heeft wel zijn eigen charme. Maar het mooiste is natuurlijk toch wel die nachtegaal. Is natuurlijk toch wel ook de naam om een hele mooie zangvogel te zijn. En dat galmen door het bos. Eerst heel ver hoor je er eentje, dan eentje dichterbij. En ja, langzamerhand lijkt het toch ook andere vogels wakker te maken. En dan begint de zanglijst op te komen. Zanglijst vind ik een fantastisch mooie zang. Dan hoor je een winterkoninkje zingen en dan hoor je een zwartkop zingen, wat eigenlijk ook een fenomenale zang is. Ja, en wat dat betreft zijn die bossen in Flevoland echt ongekend rijk. Ja, want daar wilde ik eigenlijk even naartoe. Een boswandeling maken, dan denk je misschien aan de Veluwe of ergens in het heuvellandschap van Limburg, waar ook nog wel mooie bossen te vinden zijn. Wat oudere bossen, dan denk je misschien niet zozeer aan een polderbos. Nee, en dat is volstrekt een onrechte, mag ik graag benadrukken. Die bossen in Flevoland, dat is een heel bijzonder bostype. Op zich ecologisch gezien niet bijzonder, maar wel, het komt heel zelden voor. Want wat we in Flevoland zien is dat het loofbos is op zeer voedselrijke grond. En in het verleden hebben we natuurlijk al die voedselrijke gronden hebben we ontgonnen voor de landbouw. En in Flevoland ontstond in de jaren 50 en de jaren 70 een andere situatie. Landbouwgrond werd steeds minder nodig en recreatiegrond werd steeds meer nodig. Dus wat je ziet is dat zeker in Zuidelijk Flevoland in de jaren 70
dat een rijk loofbos aangeplant is op hele rijke zeeklei. En dat hebben we nergens in Europa. En je ziet dus ook nergens in Europa zulke hoge dichtheden van bijvoorbeeld zanglijster, winterkoning, tjiftjaf, zwartkop, wielewaal, zomertortel. Noem het maar op. Eigenlijk vind je nergens zulke hoge dichtheden van die zangvogels, van die bosvogels, als in Flevoland. Ja, dus eigenlijk heeft Flevoland de mooiste wall of noise. De wall of sound. De wall of sound, moet ik zeggen. Ja. En dat is echt uniek. En zelfs ook in de vogelaarswereld is dat nog vrij onbekend. Het is vrij onbekend dat deze bossen zo verschrikkelijk rijk zijn. Maar is het dan wel verstandig om daar wat over te zeggen, Ton? Want straks is dat hele bos vol. Ik denk niet dat heel veel mensen om 6:30, om 5:30 of om 4:30 op gaan staan om naar het bos te gaan. Nee, die anderhalve meter is dan wel gegarandeerd, hè? Precies, ik nodig iedereen uit en ik daag ook iedereen uit om naar het bos te komen en naar die wall of sound te luisteren. En als we dat een beetje spreiden, dan valt dat ook nog wel mee. Ik ben dus vorige week 2 keer zo vroeg in het bos geweest. En ik ben niemand tegengekomen. Alleen mezelf ben ik daar tegengekomen. Ik heb niemand. Dus onbestaanbaar dat zoiets fraais, dat je daar niemand tegenkomt. Nou, we weten waar we naartoe moeten. Het wekkertje vroeg zetten en richting het bos. Dankjewel, Ton Eggehuizen, stadsecoloog van Almere. Graag gedaan. Dag. Graag gedaan. Hoi.